Ik bid ijverig mee. En ik moet heel eerlijk erbij zeggen, iedere keer dat ik oprecht bid voor mensen die getroffen zijn door coronavirus en al die helpende mensen eromheen, iedere keer moet ik ook denken aan mensen in al die andere crisissen die er nu ook zijn. Er wordt wel eens gezegd, het ergste dat we sinds de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, dat neem ik serieus, maar we hebben wel geen oorlog. We hebben nog altijd volle supermarkten, zelfs toiletpapier. Die oorlogssituatie hebben we niet en die is er elders in de wereld wel.